Ja, jongens, welkom bij deze nieuwe stream. Ja, ik ben wel wennen aan de nieuwe controller. Oké, ja, dit was gewoon noob. Ik weet ook niet hoe ik dood ging. Maar ja, 7 kills. Het ging lekker eigenlijk totdat je stream startte. Maar jongens, welkom bij deze nieuwe stream. Als je nog niet bent geabonneerd, ga zeker eventjes abonneren en zorg dat iedereen die je kent ook abonneert. Bij de 100 abonnees komt er namelijk een winactie. Daar hoef je alleen maar geabonneerd te zijn op mijn kanaal. En mijn Insta te volgen, a.k.deventer. Dus doe dat sowieso eventjes. En doe sowieso eventjes een duimpje omhoog voor deze stream. Ja jongens, is er nog iemand online? Nee jongens, dan ga ik gewoon solopotjes doen, hè. In mijn eentje, alleen maar solopotjes. We zullen Arena nog even... Ja, maar Arena dat heeft niet heel veel zin natuurlijk. Ik kan wel Arena gaan grinden, maar dan grind ik voor niks. Ik bedoel, die punten worden toch reset volgende week al, dus... Ja, is voor nog een weekje Arena te gaan grinden, jongens, is ook een beetje dom. Maar ja, ik had tegen de meeste gezegd dat ik pas om 12 uur ging streamen, maar ik ga toch dus eerder streamen. Dus ja. Maar er waren alleen gewoon letterlijk toen ik net de stream zag, ging dood. Echt een pas. Wat ik nog wel moet zeggen, moet wel wennen aan dat mijn LB dit doet. Dus ik kan af en toe gewoon een beetje in de knoop zitten met mijn controle, maar dan weten jullie dat. En sowieso met nieuwe controles moet je altijd wennen, jongens. Dat is altijd als zo bij mij geweest. Dat ik altijd moet wennen als ik nieuwe controle raak. Dus ja, dat zou sowieso nog wel even wennen zijn. Daarom vind ik het ook chill dat het pas volgende keer gereset wordt. En niet nu al gelijk. Ja. Ik weet niet of ik mijn standaard huisje kan parken. Oké, jongens, deze is best hard shit. Ik zeg het heel eerlijk. Deze guy is heel hard shit. Alleen dat word ik nu ook. Dat word ik nu 100% ook.
jongens, sorry dat ik een beetje koest moet spelen. Dit is echt best wel kut wapen, met die boots rifle. Best wel shit wapen. Maar ja, ik ga hem wel meenemen. Goeie snipes en zo. Het is gevaarlijk. Trouwens, hier zo'n kijkie. Ik schrok mensen. Ik schrok zo hard, hè. Maar ik zag hem ook letterlijk niet staan. Weer 7 kills, daar ging het de vorige keer fout. Vorige keer ging het fout met 7 kills. Hoe gaan we dat nu doen, jongens? Wat ligt hier voor lekkere loot allemaal? Een snipertje. Ja. 1 kogel maar. Maar dat is geen probleem voor mij, jongens. Geen probleem. Trouwens. Ja jongens, ik weet dat de cirkel komt. I know. I know it. Wel jammer die ene kogel maar voor die sniper. Ik heb maar 1 kogel, die moet ik wel verstandig gaan gebruiken dan. Op het moment dat ik hem niet meer vind. Ook gewoon helemaal. Maar ik doe nu wat wel weer.
ga gewoon hier snel hier doen. In het huis. Ja, ik ga niet die andere bigpot innemen. Ik laat gewoon zo. Ik heb nog één bigpot over. Wat wel gewoon heel chill is. En we gaan gewoon lopen. We gaan rennen voor onze life. Sniper. Beter als ik nu diegene kill dat hij een sniper heeft. Oké, ik heb nog. Jongens, weet je hoe gek ik word? Weer met 7 kills gaat mis, jongens. Maar iemand invite me ook de hele tijd. Ik word er helemaal gek van. Gewoon dat zit. Ja, hoe dan? Hij hitte mij ook gewoon echt sterk. Ik zeg je heel eerlijk, maar hij was gewoon echt heel slecht. En dat is de kutte. Dat is de kutte, jongens. Hoppakee, gewoon even weg doen. Dan komt hij weer met vraag voor je wampje van ja, dom erop man. Ik besef dat ik gewoon in 14 minuten tijd gewoon al 2 potjes had gedaan, jongens. Kijk, weet je wat het is? Ik wil echt oprecht, ik wil arena gaan doen. Alleen wat het punt is, je bereikt niet zoveel mee. En ik moet sowieso moet ik inkomen, jongens, met mijn controle. En dat is sowieso kut dat ik nu voor Fortnite heb gekozen. We kunnen er ook gewoon een normale late night stream van maken. Dat ik nu even FIFA ga doen. Ik denk dat we dat ook gaan doen. Oh. Dan ben ik zo terug. Dan ben ik zo terug. Als die het redt. Ja jongens, daar zijn we op FIFA. Lekker jongens, lekker.
Is altijd lekker. Ja, jongens, zoals je ziet, ik ben wel gestopt met Fortnite. Omdat ik eigenlijk gewoon echt oprecht wacht totdat de arenapunten zijn gereset. En pas daarna dat ik weer denk van oké, dan heb ik weer echt zin in Fortnite. Trouwens, morgen ga ik wel toernooi spelen. Dus doe dat sowieso even. We gaan seizoenen doen, jongens. We gaan seizoenen doen. We going to eat pizza. Arsenal, dat gaan we dus eventjes niet doen. Ik wil met een internationaal team gaan spelen, jongens. Maar ik denk dat ik toch Frankrijk ga. Is gewoon, Frank is gewoon verre weg de beste. Dat weet iedereen, jongens. Dat weet iedereen. Ja. De opstelling, jongens. Ja, ik hou echt van snelle verdedigers, jongens. Ik hou echt van snelle verdedigers. Mijn probleem is dat hier niet zo snel zijn. Benzema staat daar wel een beetje raar, maar. Ja, ik weet niet. Ik vind Benzema daar heel erg raar staan. Misschien dat ik het zo doe en dan. Er zijn nog geen snellere verdedigers, jongens. Hier zocht ik eigenlijk naar. Ah, dan kan dit ook gewoon blijven staan. Doe Benzema'tje op de bank, jongens. Wat vinden we daar nou van? Ja, dan ben ik nog steeds even aan het kijken. Nou, wat ik het beste kan doen. Ja, deze kan ik dan beter omdraaien. Ja, het maakt niet heel veel uit, want op zich, dit is gewoon een goed team. We gaan beginnen, jongens. We gaan het gewoon kijken. Ik moet nog 5 punten uit 3 wedstrijden halen. Dus dat betekent of eentje winnen en 2 gelijk spelen, of gewoon 2 winnen. Maar we gaan het. Iedereen die weet natuurlijk dat we gewoon voor die 2 winsten gaan. Ja, en als we deze nu gelijk spelen, dan ja. Dan is het een ander verhaal, jongens. Maar we gaan gewoon volop voor de win. En de tegenstander is gevonden. Dat is altijd lekker. Zo, para met skills hoor. Ja, cool. Oh, dit. En we gaan beginnen, jongens. Welk team met ons is? Paris. Oh, dat is leuk, dat is leuk. Welkom vanuit Parijs. Dat is fijn. Hij heeft ook geen snelle verdediger. C'est Paris. Dat is fijn. Vanuit de voetbaltempel van Paris Saint-Germain. Oh, jongens. Het Parc des Princes.
om alle actie van commentaar te voorzien. Nou ja, daar heb je twee commentatoren voor nodig. En daarom is hier collega Jeroen Guter. Ik ben Sjoerd de Vos. Het is Paris Saint-Germain dat het opneemt tegen Frankrijk. Kijk, behoudens de eer staat er helemaal niets op het spel. Dus er is alle reden om lekker vrij uit te voetballen. Goed afgepakt. De bal weggegeven door Mbappé. Twee grote namen staan tegenover elkaar vandaag. Niemand minder dan Neymar speelt tegen Antoine Griezmann. Wat kunnen we verwachten van die twee? Nou, zie het. Neymar is zo'n ijskoude kikker voor de goal. Dat hij heeft vandaag geen centimeter ruimte. En wat Griezmann doet. Hij is het beginpunt van zo'n beetje elke aanval van zijn ploeg. Met zijn inzicht en strakke passes is hij de ideale spelverdeler. Ah, oh, wat doet hij? En die steekpas is voor de keeper. Kingsley Coman. In het centrum gespeeld. Netjes die bal weggewerkt. Ousmane Dembele. Kun je aan hem overlaten, die speelt Kylian Mbappé. Bal gered, spel loopt verder. Griezmann zet verder door. Alessandro Florenzi. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, nog eens. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Mbappé, en de doelpunt. Och, het is zo'n kunstenaar. Een artistiek doelpunt en de 0-0. Ik wil zeggen lukken, maar ik weet niet hoe het eruit ziet voor jullie natuurlijk. Of wel echt lukken is of niet. Maar en daar is Lucas Digne. De wedstrijd is wel. En ze hebben de bal weer terug. Oh, goede bal. Neymar. Voorgezet op Mbappé. Joris redt, maar het spel gaat door. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. Hij speelt hem slim. Daar verovert hij de bal. Neymar. De bal is voor Les Bleus. Antoine Griezmann. De bal weggegeven door Antoine Griezmann. Ik wou hem helemaal niet daar steken. Maar Griezmann past altijd op een plek waar... Julian Draxler. Een succesvolle tackle op eigen helft. Slordig van Paris Saint-Germain dit balverlies. Voorzet terug op een teamgenoot. Een mooie positie voor Griezmann om die paas te onderscheppen. Hij krijgt bijna geen tijd. Marco Verratti. Een kans voor Neymar. Neymar! Ja, dat is 2-0. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Eén ding wat ik wel weet is dat Griezmann er zo meteen uit gaat tweede helft. Maar ik vind Frankrijk ook gewoon niet in een fijne formatie spelen. Antoine Griezmann. Kingsley Coman. En de voorzet richting Mbappé. En de bal wordt weggewerkt, het gevaar is geweken. Frankrijk zet aan op jacht naar een treffer. Nee hoor, toch niet. Ze zijn de bal kwijtgeraakt. Paris Saint-Germain slaagt er nog niet echt in om het spel te dicteren. Maar daar zullen ze niet wakker van liggen. Ze gaan immers aan de leiding na een paar knap uitgevoerde counters. Een hele belangrijke verdedigende actie.
Hij komt onder druk te staan. En Griezmann doet weer iets wat... Hij ging er goed in. Alleen is het nu wel een inworp. Wat gewoon niet goed is, jongens. Gaan we weer. Alessandro Florenzi. Kimpembe. Daar is Kylian Mbappé. Idrissa Gueye. Die bal is voor Paris Saint-Germain. Vrije trap. Ik denk echt serieus dat gewoon... De vrije trap wordt snel genomen. Schotkans van dichtbij. Een geweldige ingreep van die verdediger. Gevaar voorbij. Dat gewoon met het Nederlands elftal beter is. Kylian Mbappé. Simpel ingeleverd bij de tegenstander. Door Kylian Mbappé. Niemand kan pasen, tuurlijk. Julian Draxler. PSG levert de bal in. Ousmane Dembele. Dembele's paas belandt bij de tegenstander. Hier is het nog steeds Mbappé die de bal heeft. Nee, die overtreding is de arbiter niet ontgaan. Hij fluit gedeciteerd. Voor een pingel wordt dit de aansluitingstreffer. En gewoon een strafschop. Maar hij trekt er geen kaart voor terecht. Ja, ik snap hier echt helemaal niets van. Je moet hier gewoon een kaart voor geven. Nou, was keert hem, maar de bal is nog in het spel. Ik wou eerst zo erg in het midden. Idrissa Gueye. Draxler met de bal. Daar fluit de scheidsrechter voor rust. Het staat 2-0. Ja, ik denk echt. Het is niet eens om tegenstander, want ik vind hem echt gewoon belabberd slecht. Maar ik wil zo graag opgeven gewoon. Want kijk even. Je kan hier gewoon niet normaal mee spelen, jongens. Maar dit gaat wel zo. Dan gaat Griezmann eraf. Ik zeg je heel eerlijk. Griezmann gaat eraf. Zo. We gaan het zo doen en we zien het wel, jongens. We zien het wel. Les Bleus mochten aftrap. Het tweede bedrijf gaat van start. Antoine Griezmann. A sa place, le numéro 19, Karim Benzema. Karim Benzema. Hier is Lucas Hernandez. Clément Longley. N'Golo Kanté. En hier is Benzema. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Slordig van Paris Saint-Germain dit balverlies. Door die actie is hij de bal kwijt. Nu snel eruit komen. En Verratti geeft hier de bal weg. Benzema. Aanval wordt afgestopt. Neymar. Oh, Kanté. Juan Bernat. Draxler met de bal. Alessandro Florenzi. Ja, dit is ontspannen voetbal. Ze pasen de bal op eigen helft van man naar man. Dat moet frustrerend zijn voor de tegenstander. Idrissa Gueye. Julian Draxler. PSG levert de bal in. Alles voor Pogba. Raakte onderweg een speler. Het is een inworp. Paul Pogba. N'Golo Kanté. Les Bleus in de aanval. Pogba. Terug naar Paul Pogba. N'Golo Kanté. Kingsley Coman. Kylian Mbappé aan de bal. Schot om de achterstand in te lopen. Die doelman die duikt en die bal die redt. Paul Pogba, hoog voor de pot. Uiteindelijk levert dit geen resultaat op. Gewoon opnieuw proberen. Mbappé.
Raak hem dan maar, van dichtbij. Wat een geweldige bal. Ja, toch. Hè, hè. En zullen iets moeten doen. Eindelijk, jongens. Was het zo moeilijk. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2 tegen 1. Maar was het gewoon echt super moeilijk om in te scoren. Nummer 10, Kylian. En zo is hij de verdediger kwijt. Wat een sublieme beweging. Frankrijk op de helft van de tegenstander. Vrije trap is voor Frankrijk. Snel genomen om de tegenstander te verrassen. Juan Bernat. Draxler met de bal. Ze kunnen snel uitbreken nu. Voorzet richting Neymar. Nee, dit loopt uiteindelijk op niets uit. De scheidsrechter heeft het gezien, maar de Franse aanval mag verder. Kylian Mbappé. Op pad gestuurd door Mbappé. Frankrijk geeft de bal uit handen. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Kylian Mbappé. En Marco Verratti nu. Goed afgepakt. Ook deze paas is weer uitstekend. Hier de aanval van Frankrijk. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Kanté. Kylian Mbappé met de bal. Ja, nee. Terug via de paal. Kans van dichtbij. De gelijkmaker. Bro, hoeveel lucht kan je hebben, man? Maar daarna maakt hij het helemaal goed bij die redding. Ja, en anders had hij wel het hele en ander uit te leggen gehad, hè, zie je het? En de bal weggegeven door Mbappé. Hij komt eruit om die bal te pakken. Hij komt ook gewoon de hele tijd echt gewoon net op tijd, jongens. Het scheelt gewoon helemaal niks, want hij heeft gewoon een doel vertonen. Neymar. Hier is het nog steeds Mbappé die de bal heeft. Goed verdedigd. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Wat een spanning, zo laat in de wedstrijd. En het kan nog alle kanten op. Met die passes van hem is vandaag niets mis. Ertussen gekomen door Marco Verratti. Slotfase van de wedstrijd hier in het Parc des Princes. Paris Saint-Germain op voorsprong, maar zal hij wel tot het eind moeten verdedigen. Met de steun van het publiek dat zich nu echt laat horen, kan al bijna niet fout gaan. Frankrijk heeft niet echt veel tijd meer om deze achterstand weg te werken. De extra tijd loopt. Ja jongens, deze guy die gaat gewoon rustig uit. Marco Verratti heeft de bal. Gelijk. En daar eindigt de aanval. De bal gaat naar Neymar. Ja jongens. Neymar heeft daar aardig wat ruimte. Ik zeg je ook heel eerlijk. En maak het maar af dan. Lloris verkoopt de bal op Taten. Ik heb ook gewoon liever een team dat kan pasen dan Mbappé in de spits ofzo. Dat had een belangrijk doelpunt kunnen worden, maar hij onderschept de paas. Mbappé. Mbappé krijgt een open kans. Ja! Ja. Ik ga ook gewoon, weet je, ik hoef dat allemaal niet meer te zien. Hij heeft gewoon heel veel geluk gehad. Dat ik gewoon, ja, of geluk ook niet, maar dat ik gewoon een team als dit kies. Maar dat gaan we niet meer doen, jongens. Oh. Ja. Is Italië chill dan? Ga daar eens naar kijken. Wat heeft Italië? Ah nee, die heeft sowieso niet echt. Ah, Nederland kan wel. Nederland is nog gewoon een optietje natuurlijk. Blijft altijd nog een optietje. Spanje heeft vooral volgens mij gewoon jonge mensen nu, of niet? Got your somebody.
Ja, wat gaan we doen? Ik denk echt dat we gewoon een keer naar Nederland gaan, jongens. Gaan kijken hoe dat gaat. Ja, ik heb hier alles goed staan. We gaan gewoon kijken of het goed is. We zien het allemaal wel. Ik bedoel, we moeten deze laatste moeten we winnen als we doorwinnen naar divisie 3 natuurlijk. We gaan het zien, jongens. We gaan het zien. Als we deze winnen, jongens, dan gaan we hem nog een keer doen, die laatste. Als we deze verliezen, dan... Wat is dit allemaal? Wat de fuck gebeurde er, jongens? Maar toch ook weten welke... Oh, hij is ook naar 3-0 geschoven, maar hij zit... Letterlijk in divisie 3. Maar ja, daar zat ik vorig jaar ook in. Voor de mensen die het niet geloven, jongens. Ik laat het nog één keer zien. Voor de mensen die het niet geloven. Hier, dit was FIFA 20. Je ziet mijn account. Divisie 3. Ja, dit is van dit jaar, jongens. Zo schamend gewoon. 17 al verloren. Maar ja. Ik zit echt te denken, jongens, wat gaan we dan doen? Gaan we dan gewoon Fortnite... We gaan gewoon Fortnite Arena doen, jongens. Anders dan weet ik het ook niet meer.